Jelle Rijks, nieuwe verbintenis bij Lommel United voor 2 seizoenen. Had je dat verwacht? Ja, langs de ene kant wel. Ik wou altijd gewoon blijven. Dus er was ook niet echt veel interesse wegens vacature waarschijnlijk dat ik geen andere keuze had om te blijven. Maar ik heb daar heel veel genoten van dat ik daar mag tekenen. Dus ik ben daar content mee. Welke evolutie heb jij bij Lommel afgelegd? Ja, ik ben daar aangekomen toen ik 19 was. Eerst als bankzitter in het begin, omdat ja, nog geen ervaring kwam van de belofte van Genk toen nog. En ben stil in de ploeg gekomen en normaal als ik fit ben, ben ik normaal een vaste waarde. Maar ik heb veel problemen gehad met kwetsuren de voorbije seizoenen, waardoor ik wel iets te weinig heb gespeeld. En ik hoop dat dit seizoen nu, dat ik er elke match al in sta. Tweede seizoen met Stijn Vreven als trainer, wat voor een kerel is dat? Ja, hij is vrij streng. Of streng, hij kan ook wel momenten kiezen voor het rustig te houden. Maar hij weet hoe hij een ploeg moet focussen op wedstrijden en op training ook ons allemaal scherp krijgen. We zijn een vrij jonge groep, maar hij heeft ons wel... In het begin was wat moeite, hebben we moeite gehad met de seizoenstart. Maar hij heeft ons op het juiste pad gekregen. Dan hebben wij een mooi seizoen gaan beleven nu met hem. Lommel zat heel dicht tegen die eindronde aan. Is dat het doel voor het volgende seizoen? Ja, ik denk wel dat we dit jaar voor de eindronde moeten spelen. Ik denk dat we dat een beetje verplicht zijn met hoe wij vorig seizoen hebben gespeeld. En als we goed starten, dat we er heel dicht aan bij zijn. Hangt dat alleen aan die start af of heeft die ploeg nog iets nodig? Nee, ik denk met wat erbij is gekomen en wat er allemaal gebleven is. Ik denk dat we als we goed beginnen, dat we daar nodig hebben. En als je goed begint, kun je daarop verder bouwen. En dat is wel heel belangrijk, ja. Waar leg jij jouw lat? Op elke match in de basis staan. Meer niet. Ik denk, ik ga niet over golen praten, over assisten. Maar ik denk als ik elke match speel, dat ik daar meer als tevreden mee mag zijn. Wat moet je daarvoor doen om dat te halen? Hard werken en een trainer tevreden stellen. En voor mij is dat niet echt een probleem. Ik moet het hebben van het werken. Niet echt de technische voetballer. Ik denk dat dat bij een trainer wel in goede aard valt. En ik denk dat ik dan wel in de ploeg zal staan. Je hebt een verleden bij Racing Genk als jeugdspeler. Denk je dan van ooit daar terug te belanden? Nee, daar ben ik niet mee bezig. Ik ben bezig met Lommel en niks anders. En ik denk, als ik met Lommel ooit in eerste klasse zou kunnen voetballen, dat dat nog veel mooier gaat zijn, omdat ik dan mee heb gewerkt aan de ploeg die daar is geraakt.